Wij hebben hier vandaag het Voedselbossenfestival. En dat organiseren we vanuit onze stichting, Stichting Groener. Eén keer per jaar hebben we een Voedselbossenfestival waar iedereen die wat wil weten over voedselbossen langs kan komen. Waar workshops te geven zijn, waar op dit moment ook weer zit er in de kapschuur zitten. En las ik net 34 mensen in een workshop te volgen over hoe je een voedselbos rendabel kunt maken. Daarnaast geven wij ons magazine uit. Magazine Voedselbossen, dit is zomernummer. En dat is wel datgene waar we hier vandaag voor zitten. Ik ben Arjanne van Meet Your Greens en wij maken groenteportretten. We maken foto's van groentes en daarmee willen wij mensen weer uitnodigen om met verwondering naar de schoonheid van dagelijkse groentes te kijken. En die eigenlijk een mooie werking hebben, die helpen tegen jeuk of die helpen tegen spierpijn. Maar we hebben nu ook speciaal tijdens dit festival hebben we ook middengaardethee. Dat zijn allemaal kruiden die hier op de middengaarde zijn geplukt. En waar je een heerlijke thee ook van kunt zetten. Dus we proberen het ook allemaal een beetje te integreren. Goed hoor. Ja, landbouw. Ik bedoel, als wij verarmde groen. Mijn naam is Jessica Komen en ik sta hier met mijn boek, Seasons Moestuin. Dat heb ik geschreven naar aanleiding van de ontdekking dat ik door voeding genezen werd van chronische gewrichtsklachten. En alles begint bij de bodem. En een gezonde bodem brengt vitale groenten en sterke groenten voort. Daar kun je jezelf weer mee voeden. Dus zoals je al kunt zien is het zaaien, oogsten, inmaken en koken. En eigenlijk kort gezegd is het van bodem tot en met bord en het hele verhaal daartussen. Een beetje nat vind ik wel lekker. Het hoeft niet echt een natte plek te zijn, maar je kan er rekening mee houden. Als het heel droog is, dat je misschien. Ja. Dit gaat allemaal over eetbare wilde planten. Dus we hebben boeken, we hebben planten, we hebben bloesemremedies. Maar we hebben ook producten op basis van eetbare wilde planten. Dit zijn de oude huidolie, daar gaat het eigenlijk over. Ik verzamel zaden en ik heb heel veel zaden van allerlei eetbare bloemen en ook boeken over eetbare bloemen, voedselbossen. Planten kan je hier kopen en kaarten. Ja, ik ben Sjaak Willemstein van de duurzametuin.nl. Dat is een webshop op het gebied van duurzaamheid. We verkopen meer dan 900 verschillende producten met duurzame inzichten voor mensen die je tuin en huis houden. Dat is heel erg breed georiënteerd. Hier beperken we ons tot een aantal tuinproducten, zoals het maken van bokashi in de bokashi-emmers. Dat is het fermenteren van keukenresten, waarna het proces weer teruggebracht kan worden in de tuin. Waardoor je een gezonde bodem hebt en daardoor ook gezonde planten gaat krijgen. Ja, goedemiddag, ik ben Marie-Louise van Aloe bij Marlou. Ik verkoop allerlei producten met aloe vera erin. Gezond natuurlijk, zonder microplastics en heel veel vegan. En we hebben een heel breed assortiment en ik heb ook een webshop waar jullie op kunnen kijken. Ja, nou wij staan veel op markten. Wij verkopen honing en wat streekproducten. De honing die we verkopen komt deels van eigen bijen. Onder andere deze fruithoning en deze lindenhoning die we vandaag bij ons hebben. En daarnaast kopen we ook wat honing in bij verschillende kleinschalige buitenlandse imkers. En vanwege het Voedselbossenfestival hebben we vandaag eigenlijk alleen maar honing bij ons wat van bomen geoogst. Ja, het zijn allemaal handgemaakte sieraden. Ik heb alles zelf gemaakt. En alles is geknoopt. Bijna alles heeft een edelsteen in zich. Hallo, hi. Dit is Vonk Uitgevers. Deze boeken gaan allemaal eigenlijk over permacultuur. Voedselbossen vinden we interessant. We hebben op dit moment nog niet even een boek van, maar het gaat komen. En het is mijn eigen uitgeverij. Ik heb deze boeken allemaal zelf gemaakt, niet zelf geschreven.
En we doen gewoon heel veel over permacultuur en kennis van de aarde is eigenlijk het. Die staat wel aan, maar ik heb nog geen bestie.